Komende vrijdag kiest een jury welk ontwerp het wordt. Maar 6 omliggende kunstinstellingen, waaronder het Natuurhistorisch, zijn niet blij met de komst van het depot. Ze bundelden hun krachten en schreven een open brief aan de gemeenteraad. Waarom deze open brief? Omdat we heel veel onduidelijkheid hebben rond het hele proces van het collectiegebouw. Er is nog zoveel onduidelijkheid en zoveel vaagheid dat we daar toch grote vraagtekens bij zetten op dit moment. De kunstinstellingen willen rust in het museumpark. Ze zijn bang dat het park opnieuw verandert in een bouwput. Daarnaast vrezen ze dat de bouw van het depot duurder uitpakt dan verwacht. Denk maar even aan de parkeergarage in het museumpark die zomaar 2 keer zo duur werd. Stel dat het gebouw 2 keer zo duur wordt, waar komt dat geld dan vandaan? Wie kan ons garanderen dat dat niet ergens uit de cultuurbegroting moet komen? Dat het dan ten koste gaat van andere kunstinstellingen in de stad? Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam is blij met de open brief. Hij begrijpt de onvrede van de kunstinstellingen omdat hun mening niet is gevraagd. Molenaar wil ook de garantie dat het collectiegebouw een toeristische trekpleister wordt. Bewijs maar is dat dit een echt publieksdepot wordt, waar 70 tot 100.000 mensen per jaar komen. Want dan heeft het ook zin op deze locatie. Dan trek je meer mensen aan, dan maak je de markt groter en is het ook goed voor de andere musea. Als dat niet zo is en het wordt echt sec een depot, dan kan het net zo goed in de Alexanderpolder. En ook D66 wil nog meer duidelijkheid hebben over de komst van het depot. Wat zijn voor jullie de belangrijkste condities? Dat hier gewoon nog steeds evenementen kunnen plaatsvinden. En dat mocht het meer geld kosten dan we nu van tevoren weten, dat we dat van tevoren met elkaar bespreken. En dat het niet ten koste mag gaan van andere culturele instellingen in de stad.